IJssel is misschien wel het meest verraderlijke weersverschijnsel dat er is. Het zorgt voor spekgladde wegen, waardoor er vaak veel ongelukken gebeuren. Maar hoe ontstaat IJssel nu eigenlijk? Om dat goed te kunnen begrijpen, moeten we naar de temperatuur kijken van de lucht boven ons. Normaal neemt de temperatuur af naarmate we hoger in de atmosfeer komen. In een IJsselsituatie is de opbouw van de atmosfeer anders. Stel, de lucht boven ons heeft een temperatuur van ruim boven nul. Daarboven is een laag met een temperatuur onder nul. En uit die lucht valt sneeuw. Zodra de sneeuw in de laag komt die boven nul is, smelten de vlokken en blijven er regendruppeltjes over. Bij een IJsselsituatie komen deze regendruppeltjes weer in een koude luchtlaag aan de grond terecht. En zodra deze druppels op de bevroren grond vallen, bevriezen ze en ligt er ijs op de straat. Spekglad kan het zo worden. Kunnen de druppeltjes tijdens hun laatste stukje van hun val al bevriezen, dan is er sprake van ijsregen. En ook ijsregen kan vastvriezen aan de grond en voor gladheid zorgen.